Bij woonzorglocatie van Wijkersloot in Oestgeest tikken ze graag een eitje weg. Maar niet zomaar eieren. Die haalt Jacco Groen, teamleider gastvrijheid, bij de ecotuin van DZB. Dus uiteindelijk hebben wij kippen gekocht. En die kippen die worden onderhouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat is gewoon een mooi verhaal. En zo zijn we ook duurzaam bezig naar de maatschappij. Dat vinden we ook belangrijk. En ja, we krijgen daardoor elke week 140 scharreleieren die we gebruiken voor onze gerechten. Maar ook door eitjes te bakken voor de bewoners, heerlijke pannenkoeken, uitsmijters, omeletten. Ja, het zijn hele mooie eieren, verschillende smaken, dubbele dooiers. Dus ja, voor ons is het een win-win situatie. Op deze tuin laten we mensen met een bijstandsuitkering, met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, weer reïntegreren. In de hoop dat we ze naar werk kunnen begeleiden of het hoogst haalbare alternatief. Michael Heemskerk is senior teamleider op de ecotuin. Waarom komen mensen bij jullie terecht, Michael? Dat is heel divers. Dat kan op sociaal vlak zijn, op psychisch vlak. Soms hebben mensen met verslavingen te kampen, met thuissituaties die niet gezond zijn. Het kan ook een burn-out gehad hebben. Er kan van alles in het leven eigenlijk in een paar stappen misgaan. En dan heb je weer een beetje hulp nodig om weer bovenop te komen. En dat is wat wij hier proberen te bieden. En wat we doen is, we geven mensen een plek waar ze weer veilig onder de mensen kunnen komen. En dan gaan we samen die moestuin onderhouden en de kippen verzorgen en de eitjes rapen en alles wat erbij komt kijken. En tussendoor voeren we coachingsgesprekken met je om te kijken van nou, wat zou je nog kunnen leren? Wat zou je kunnen verbeteren of willen verbeteren? En hoe kunnen we je daar uiteindelijk een matchende baan bij vinden? Het voordeel van zowel met planten als met dieren werken is dat gewoon een rustgevend effect vaak op mensen heeft. Het is prettig om te doen. En het levert ook altijd werk op en dat is ook belangrijk. Want als je hier naartoe komt naar de tuin en we staan met z'n allen het laatste grassprietje uit de grond te kijken, ja, dat voelt ook niet goed. Dus we hebben er ook gewoon werk aan en dat is belangrijk. Want als je hier komt, dan wil je nuttig bezig zijn. Martijn Perquin heeft inmiddels een betaalde baan als chef houtwerkplaats van het circulair warenhuis bij DZB. Maar begon ooit in de ecotuin. Ik ben een tijdje werkloos geweest en ben toen bij de ecotuin aan de slag kunnen gaan om weer wat ritme op te pakken. Het was in een periode waar het wat moeilijker ging bij mij, met veel afspraken met hulpverlening en gedoe met scheiding. En ik kon bij Michael weer rustig wat tempo opbouwen, weer gezellig met mensen aan de slag. We begonnen met 2 middagen in de week en dat heb ik uit kunnen bouwen naar 3 hele dagen. Ik vond het leuk omdat het lekker buiten is. Het is fysiek werk, dus je kan je gedachten lekker opzij zetten. En je ziet het resultaat van met de kippen, het kippenhok schoonhouden, de eieren rapen. Maar ook met de tuinieren in de tuin, het zaaien, het oogsten, het onkruid wieden. Dus je bent gewoon bezig met iets wat resultaat oplevert. En dat, voor mij was dat heel helend, zeg maar. Wat doen jullie met al die eieren, Michael? Zelf opeten? Zoveel mogelijk, ja, zeker. Want ze zijn erg lekker en gezond, weten we zelf. Maar we verkopen ze ook. We verkopen ze op donderdag aan particulieren. Iedereen is hier welkom op donderdag tussen 9:30 en 4:00 middags om ze te komen kopen. En we hebben een aantal grote afnemers. Wij hebben een eigen catering bij DZB. Daar gaan een hoop eieren naartoe. Maar ook Marente bijvoorbeeld. Ja, de kippen die lopen vrij rond. Ze hebben echt een goed leven. En ja, dat proef je. Wij proeven dat terug. Maar ook zeker de bewoners proeven dat terug in een eitje. Hij smaakt lekker. Nou, gekookt ook heel zelden, maar ik bedoel, gebakken is lekkerder.